Dit is Bernard Soeliepe Biesterveld omstreeks 1937. Gefilmd met zijn eigen camera. In het unieke materiaal dat door de NOS in de archieven is gevonden, kijken we door zijn ogen naar de wereld. En dat is een hele andere wereld dan Nederland in die tijd dacht te zien. Nederland was naarstig op zoek naar een sprookjesprins voor Juliana. En dat werd de jonge Duitse prins Bernard. Die wilde dolgraag. En Nederland weigerde kritisch te kijken waarom. Dit is wat Bernard zag rond 1937. Een luxe leven met grote auto's. Het huwelijk met de Nederlandse kroonprinses zorgt ervoor dat Bernard zijn grootste liefde kan blijven onderhouden. Moeder Armgard. Dat zegt Anniette van der Zijl in haar vanmiddag gepresenteerde boek. 5 jaar deed ze onderzoek en ze promoveerde erop. Je zou kunnen zeggen dat hij uit liefde trouwde, maar niet voor Juliane, maar voor zijn moeder. Zijn moeder balanceerde financieel op de rand van de afgrond in de tijd dat hij achter Juliane aanging. En uiteindelijk denk ik dat hij echt getrouwd is om zijn moeder te redden. Het is het verhaal van een Duitser die Nederlander werd en Duitser bleef. Bernard begint zijn leven opnieuw in 1937. Hij verkoopt zichzelf aan het Huis van Oranje en poetst zijn geschiedenis weg. En dat blijft hij doen, tot aan zijn dood in 2004 en zelfs daarna. Als ik de foto's nu zie van de oude Bernard, dan zie ik een oude man met waarheid op zijn hielen. Die met die postume interviews nog probeerde om die demonen uit het verleden nog één keer tot zwijgen te brengen. Hij wilde helemaal niet schoon schip maken met die laatste interviews. Hij wilde proberen om nog één keer alles wat hij in de al die leugens die al die jaren met hem waren meegereisd te bevestigen en die deksel op die doofpot te houden. Dit is Wojnowo, een klein Pools gehucht verstopt in de oerbossen van Piska. Tot 1945 was dit Duits grondgebied. Iets meer dan 200 inwoners, een kleine dorpskern en het landgoed Reckenwalde. Naast de oude steenbakkerij. Hier groeide Bernard op. Het oude dorpje Reckenwalde, waarvan de bewoners in hoofdzaak van visvang bestaan, is gelegen aan een groot meer. Wojnowo is natuurlijk in de Nederlandse krant toen als het paleis Wojnowo beschreven. Maar in werkelijkheid was het een soort oud jachthuis van in een streek die eigenlijk een soort kolonie was. Een redelijk arme kolonie van Duitsland. Het was eigenlijk Polen. Het was oorspronkelijk Pools gebied. En eigenlijk iedereen die niet wilde deugen, die werd daar naartoe gestuurd. Reckenwalde ziet eruit als vergane glorie. Nu is het een internaat voor kinderen met luchtwegproblemen. Een opmerkelijk toeval. Want de jonge Bernard, die hier bijna 100 jaar geleden speelde, had ook een broze gezondheid. Longproblemen die hem zijn hele leven parten zullen spelen. De band met zijn moeder Armgard is bepalend voor het leven van Bernilo, zoals Bernard door zijn familie wordt genoemd. Armgard von Kram is niet van adel. Ze staat bekend als eigengereid, zelfstandig en misschien wel wat te vrij. Bernards vader was verliefd op Bernards moeder, maar zij was getrouwd met een luitenant uit zijn regiment. Ze zijn betrapt op een gegeven moment. Er is toen een enorm schandaal ontstaan. De eerste man van Armgard is van haar gescheiden. En hij is toen met haar getrouwd, maar dat betekende dat het aanzien van de familie nog verder werd aangetast. En daarom is het huwelijk niet erkend. De Liepe Biesterveld zijn lage adel. Maar ze hebben net na jarenlange juridische strijd het recht op de troon van het vorstendom Liepe gekregen. Dit standbeeld stelt Ernst Soeliepe Biesterveld voor, de opa van Bernard. Hij betrekt in 1897 slot Detmold als regent. Dit tot irritatie van de hogere adel in Duitsland en tot woede van keizer Wilhelm II. En wat gibt es denn hier? Hier ist der Graf Ernst Soeliepe Biesterveld, der Großvater des Prinzen Bernhard und gleichzeitig auch natürlich der Großvater von mir.
der hier es erreicht hat, dass die Biesterfelder Linie wirklich als Nachfolge für die aussterbende Linie, alte regierende Linie nach Detmold kommen konnte. In 1905, als Ernst is overleden, wordt zijn oudste zoon Leopold vorst. De andere zoons worden prins. Dus ook Bernie, de vader van Bernhard. Hier loopt vorst Leopold met zijn gezin. Het zoontje is Armin, een neef dus van prins Bernhard. Inmiddels is hij 85 jaar. Die familien waren etwas unterschiedlich. Mijn vader was spaarzaam. Musste das auch sein, denn er musste das Geld auch für das Land hier zusammenhalten. Und die Familie meines Onkels war eher etwas leichtlebig und gab gerne Geld aus. Het gezin waarin Bernhard opgroeide bengelde eigenlijk aan de onderkant van hun sociale klasse. Omdat ze lid waren van de Liepe Biesterfelds, die in het hele keizerrijk toch wel werden veracht, omdat ze volgens de hoogadel de macht in Liepe op valse gronden in handen hadden gekregen. En ten tweede omdat Bernhard's ouders althans hun huwelijk was niet erkend. Op 29 juni 1911 werd hier in het privéziekenhuis van professor Henkel een prinsje geboren. Maar Bernhard is geen prins. Hij wordt geboren als Bernhard Graaf van Biesterfeld. Het is de straf die zijn ouders krijgen voor hun niet erkende huwelijk. Moeder Armgard kan nergens aanspraak op maken en de kinderen behoren niet tot de erfelijke lijn van de familie Liepe. Na 5 jaar, als de storm over het huwelijk een beetje is geluwd, krijgt Armgard alsnog de titel prinses. Bernhard wordt dan prins zu Liepe. Es gab natürlich Häuser, die viel reicher waren. Und die Erwartung von meiner sehr lieben Tante Armgard, als sie einen Prinzen zur Lippe heiratete, waren wahrscheinlich weit höher gespannt, als die Wirklichkeit war. Zijn leven lang probeert haar zoon Bernhard dat droombeeld van zijn moeder waar te maken en te behouden. Hij is het jongetje dat alles goed wil maken voor het verbitterde nest waar hij vandaan komt. Later heeft hij zichzelf natuurlijk toch als een soort krachtpatser in de Nederlandse geschiedenis neergezet. Maar hij was een heel tenger jongetje, een beetje mollig ook op veel foto's. Astmatisch, heel erg verwend door zijn moeder en totaal niet atletisch. En hij is op